De nieuwe bondscoach wordt sowieso geen normaal persoon. Goed met mensen om kunnen gaan, bij een willekeurige andere sollicitatieprocedure een pre, doet er voor de KNVB niet toe. Wat onze spelers nodig hebben, is duidelijkheid. Dan kijkt iedereen automatisch naar Louis van Gaal, maar als die niet wil, kan het ook zomaar Henk ten Cate worden. Het voordeel van Henk ten Cate, dat we in ieder geval gewoon naar Qatar kunnen. Mensenrechten, überhaupt andere mensen, zijn niet iets waar Henk zich druk over maakt. Hij werkt al jaren regelmatig in de Golfstaten en hij heeft nergens last van. Er zijn nogal wat mensen die heel graag willen dat Henk ten Cate bondscoach wordt. Jack van Gelder bijvoorbeeld, De Telegraaf en Jack van Gelder. Aad de Mos vindt Henk ten Cate inmiddels ook de beste oplossing voor alles en Jack van Gelder ook. Als Henk het wordt, zal Ruud Gullit wel willen als assistent, maar het kan ook zomaar Johnny Heitinga worden. In ieder geval wordt Jack van Gelder perschef. Een functie die hij moeiteloos kan combineren met zijn rol als commentator. Henk ten Cate denkt in oplossingen en dat straalt hij ook uit. Henk ten Cate kan met zijn duim en wijsvinger vanaf 25 meter een sigaret in je oog schieten. Ze vergelijken Martin Jol altijd met Tony Soprano, maar Henk ten Cate is veel meedogenlozer. Henk ten Cate zou een geweldige dictator zijn. Zeker met Jack van Gelder op het ministerie van Informatie. Ik heb op deze plaats Jan-Joost van Gangelen vergeleken met Erdogan en sta daar ook nog steeds achter. Maar laten we eerlijk zijn, Henk ten Cate is natuurlijk een veel betere Erdogan dan Jan-Joost van Gangelen. Zet Henk ten Cate en Jan-Joost van Gangelen met elkaar in een kamer, nou dan blijft er weinig van dat enthousiasme van Jan-Joost van Gangelen over. En laat Jack van Gelder na afloop dan maar in zijn bekende stijl vertellen hoe de spelers eerst zijn gaan voetballen en daarna zijn gaan bowlen met het hoofd van Jan-Joost van Gangelen. Ook voor het laatste voetbalnieuws ga je naar veronicainsight.nl. Doei!